De Anton de Kom Universiteit bekijkt mogelijkheden om studenten online te laten afstuderen. Dit haalde de wetenschapper Max Huisden vandaag aan in het ATV-programma COVID-19 Update. Sinds Suriname ook slachtoffer geworden is van het COVID-19-virus, heeft de universiteit volgens Huisden zoveel als mogelijk geprobeerd het onderwijsproces voortgang te laten vinden. Tot nu toe kunnen studenten alleen online colleges volgen. Huisden zegt dat behalve voor het afstuderen er nu ook mogelijkheden bekeken worden om tentamens online af te nemen. Enerzijds misschien online, anderzijds in kleine groepen. En misschien zelfs creatief als een zeg maar take-home tentamens, waarbij de studenten dus de gelegenheid krijgen om hun kennis te etaleren, de leerdoelen van de vakken te halen. En op die manier dus creatief om te gaan met de situatie van COVID. Oké, dus bij de universiteit wordt er gewoon doorgewerkt? Nou, er wordt niet gewoon doorgewerkt. De universiteit is officieel gesloten. Oh, oké. Ja, dus gewoon geen toegang tot het terrein? Niet iedereen. Oké. Niet iedereen. Dus de bewaking zorgt ervoor dat het goed gereguleerd wordt. Alleen onder met goede reden mag je het terrein betreden. Maar de docenten, en ik praat nu als richtingscoördinator milieuwetenschappen en bestuurslid van de technologische faculteit. De docenten die proberen via Zoom meetings, via online media, via online platforms toch hun werk te doen. Ook administratieve krachten die werken veelal van huis. Dus ik denk dat we eigenlijk gaan richting een nieuw normaal, waarbij steeds meer mensen zoveel mogelijk van huis werken om te voorkomen dat die ziekte zich verspreidt. Volgens Huisden zal Suriname in de komende periode nog meer COVID-positieve gevallen registreren. Hij baseert dit op de doorgevoerde versoepelingen van de lockdown. Dat is een logisch gevolg, omdat je mensen dus de interactie van mensen die mogelijkerwijs besmet zijn met gezonde mensen, dat je die interactie dus vergroot. Met als gevolg dat je dus meer besmettingen gaat krijgen. Dus die stijging gaan we meemaken. Hopelijk kunnen we het zodanig in toom houden dat het zich niet gaat uiten in een aantal sterfgevallen. Toch? Dat is de grote challenge. We moeten de mensen kunnen accommoderen, medisch gezien, om te voorkomen dat het uit de hand loopt. En in zo'n situatie, bij een pandemie, is de noodzaak daar dat je mensen dus in leven houdt. Het is een levensbedreigende situatie. Dus het hoofddoel is voorkomen dat je mensen verliest. Ja. En ik denk dat we nu eigenlijk een beetje aan het plafond zitten van onze capaciteit in de medische sector. Dus dat kan een challenge worden. Max Huisden, wetenschapper. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update. De universiteit bekijkt mogelijkheden online tentamens af te nemen en studenten te laten afstuderen.